Dames en heren, broeders en zusters, welkom bij deze video. Vandaag een podcast met de enige echte Soufiane Davy. Mijn compagnon van Stasher Properties, dames en heren, broeders en zusters. Dit is de man achter de schermen. Dit is de man achter de schermen met wie jullie DM'en. Die jullie voorziet van informatie. Die met jullie alle vastgoed bezichtigt. Die de juiste strategie in handen heeft. De man van de portefeuillebeheer. De man die werkt met grote voetballers. Je regelt al die ballimangs. Ene dag ben je met die van Feyenoord, dan ben je met die van PSV. Ik zie je, broer. Ik zie je. Je bent aan het kantelen. Maar Brada is bezig, dames en heren. Hij maakt grote stappen. Ik ben super trots op hem. En bro, inmiddels met Stasher Properties meer dan 17 mensen geholpen aan een woning. Ja, dankzij Soef, bro. Alhamdulillah. Ja, maar we zijn lekker bezig, bro. We zijn lekker bezig, broeder. Lekker bezig. Het gaat goed, man. Ik had het niet verwacht. Ik ook niet. Ik zeg je eerlijk, ik had het niet verwacht. Maar dan komen we gewoon hier van, ja, ik vertrouw het. Als Stasher het doet, wil ik ook. Dacht van, ja, maar dan moet ik soms nog overtuigen, hè. Ja. Hier is maar komen Landijn en dan gelijk zo van, ja, als Stasher het doet, broer, ik vertrouw Stasher. Ik denk van, oké. Ja, Landijn gelijk TKNN. Dat is wat er gebeurt, dames en heren. Onze Stashers, ik geef aan via Insta, je kan kopen via Stasher Properties. Ze komen bij Soef, ze zeggen, luister, ik vertrouw in jou, Stasher vertrouwt in jou, ja. Ik koop ook. Maar wat doen wij? Wij laten zeg maar de stashes kopen waar ik ook koop. Zeg maar in dezelfde, bij dezelfde projecten, ontwikkelaar, dezelfde projecten. Dus letterlijk als jij met een stasher bijvoorbeeld naar een rondleiding gaat. Zeg je, kijk, stasher heeft dit gekocht. Dan zien hun letterlijk van, oké, stasher heeft daar gekocht. Je legt zeg maar uit waarom ik het heb gekocht, waarom het voor hun interessant is. En vervolgens hebben hun gewoon gelijk zo'n feeling van, ja, hey, ja, ik geloof het, ik vertrouw erin. Maar broer, ik heb jarenlang gestreden, gebokkeld, gebikkeld, gegrind, gerend om die reputatie op te bouwen. En om nu te zien dat ik zoveel vertrouwen krijg van mijn community, much love naar jullie. Maar in deze video, dames en heren, wij willen het hebben over Stasher Properties. Wat is Stasher Properties? Hoe werkt vastgoed in Dubai? Hoe koop je iets aan? Wanneer is het interessant om iets aan te kopen? Waarom zou je het eventueel via Stasher Properties moeten doen? Wie is Soef? Dus daar wil ik vandaag wat dieper op ingaan. Bro, even kort over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? 33 jaar. Bedrijf, Sport Legacy. Wij hebben, even kijken, meer dan 60 spelers nu inmiddels geholpen met het beleggen spelers van hun vermogen. Ja, van elk niveau dat ze spelen. En eigenlijk nu, eerst een jaar op en neer naar Dubai om de markt te verkennen. En ze is een kleine 5 maanden hier ook echt gevestigd om de mensen vanuit Nederland echt goed te begeleiden. Geen makelaar, laat ik dat vooropstellen. We sturen geen project de hele tijd, maar we zitten vooral op de strategie. Soef zegt sinds dag 1, ik ben geen makelaar. Weet je waarom? Wat is het verschil tussen een makelaar en wat jij zeg maar doet? Kom dit je niet herkenbaar voor je. Schrijf je ergens in. Ja, of je kent vast wel iemand kent die in Dubai zit. Man luistert niet. Hij wil alleen maar verkopen. Dus wat krijg je op een gegeven moment? Je krijgt alleen maar projecten doorgestuurd zonder oprechte vragen van, hey, waar ben je naar op zoek? Of wat is de strategie die je op lange termijn wilt aanhouden? Dus je krijgt zomaar 10 projecten misschien doorgestuurd. Maar niet alle 10 projecten kunnen echt aansluiten op de strategie die je wilt gaan aanhouden. En dat is wat de makelaar doet. De makelaar zit gewoon op zijn commissie. He doesn't give a shit of je het überhaupt kan betalen. Zolang je maar die down payment kan doen. En daar waar je een krabbel zet, verdwijnen zij. En over het algemeen zeggen wij van daar waar die krabbel gezet wordt, daar begint onze journey pas echt. De markt in de gaten houden, de hele begeleiding, betalingen, noem maar op. Gewoon zeker zijn dat het iets is waar iemand helemaal achter staat. Ja, want dan wil ik gelijk even beginnen bij hoe ik het heb ervaren, hoe ik mijn eerste aankoop in Dubai heb ervaren. Ik wilde eigenlijk al jarenlang vastgoed kopen in Dubai. Ik had veel cash op de bank en ik raakte een beetje in paniek. En iedereen zei van, yo bro, investeer je niet in vastgoed? Nou, ik zag al dat Nederland helemaal niet rendabel was. Ik wilde heel graag in Dubai investeren. Ik heb denk ik een stuk of 7 tot 8 keer gespreid over een heel jaar in mijn story geplaatst van, wie kent mensen die goed zijn met vastgoed in Dubai, DM mij. Want ik wilde heel graag investeren. En elke keer kreeg ik van die hele sales pitch-achtige DM's waarbij ze me echt aan het pushen waren om contact met ze te zoeken. Het kwam niet echt organisch over. En ik kreeg er echt een heel wantrouwig gevoel bij. Want dames en heren, ik ben een heel wantrouwig persoon. Ik vertrouw bijna mezelf niet eens. Je weet toch, ik vertrouw echt bijna niemand, vooral met business. Ik ben heel sceptisch. Ik heb gezien hoe mensen echt kunnen zijn. Dus elke keer als ik die DM's kreeg over vastgoed in Dubai, sloeg ik het af. Totdat ik dus op een dag ging knippen bij mijn kapper, bij Ser de Barber. Esso na mijn brada Ser. Kak, kak.
Hij zat met mij en hij zei, yo bro, wil je trouwens geen vastgoed kopen in Dubai? Ik zeg, ja man, maar ik kan niet echt de juiste connect vinden. En toen zei hij, bro, ik heb iemand leren kennen tijdens Umrah. Een broeder van mij, Soufiane. Bro, die man heeft zo'n goed gouden hart. Hij gaat jou kunnen helpen. En mijn kapper, hè. Ik keek naar hem en ik zag, wauw, hij vertelt het zo diep uit zijn ziel. Dat ik dacht van, oké, ja, is cool, link me maar met die man, man. En toen, ja, heeft hij... Hij benaderde me, hè? Ja. Ik weet nog heel goed, hij zegt zo van, broeder... Want ik kende Ser, kende ik eigenlijk niet. Nee. Ser had ik inderdaad ontmoet op Umrah en ik kende hem als... Hij knipt een aantal spelers die ik ook ken. En ineens kreeg ik een DM, Ser. Ik dacht misschien wat foto's nog van onze Umrah-reis. En zegt hij van, broer, ik heb een vriend van me, hij knipt bij me, hij wil supergraag investeren in Dubai. Ja. Kan je hem helpen? Dus ik zeg, is goed, hier, maar geef me maar mijn nummer. Want ik doe nooit acquisitie. Ja. Never. Want op het moment dat iemand mij benadert, weet ik gewoon van, oké, hij zit al in een ver stadium. Hij wil het graag. Ja. Soef ging wachten, dag 1, dag 2, dag 3, pas volgens mij de derde dag. Toen pas stuurde hij me een bericht. Ja, toen zaten we maar binnen letterlijk 3 kwartier. Eigenlijk, we zouden eigenlijk alleen kennis maken. De intentie was gewoon om kennis te maken. Kijken met wat voor gozer ik te maken had. En gewoon algemeen dingen vertellen over Dubai. En ik heb het nooit meegemaakt dat ik letterlijk voor iemand die ik niet ken binnen 3 kwartier iets aankoop. Ja man, dames en heren, het is echt zo. Is anders dan. Anders. Ik had een meeting met hem bij Van der Valk. Na 3 dagen appte ik hem, want ik twijfelde serieus nog. Van ja, ik vind het moeilijk. Ik vond een grote drempel. Tuurlijk, je gaat niet zomaar een grote investering doen in een land dat je niet kent. Mensen die je niet kent. Hey, je kan genaaid worden, je weet niet wat is. Dus ik dacht, laat me met die man afspreken. En ik zei ook tegen jou, bro, ik heb heel veel vragen. Want ik ga je alles vragen. Dus ik ging jouw meeting Van der Valk. We gingen zitten en ik ging gelijk los met al mijn vragen. En ik probeerde echt, ik probeerde meer te kijken naar jou als persoon. Naar hoe oprecht je overkwam en hoe je gelaat was. Dan dat ik echt bezig was met het vastgoed zelf. Ja. Maar broeder, ik weet niet wat het is. Ik ben echt een gevoelsmens, een intuïtief persoon. Ja. En je stelde me gelijk al gerust. Want broeder, luister, ik snap dat heel veel mensen het eng vinden. Dus indien je wilt aankopen... ik ga jou alles leren en alles laten zien. Dus alles wat jij tekent, ga ik je uitleggen. Ik wil dat je weet wat je koopt, waarom je het koopt. Net zoals dat je altijd zegt van... Ik wil dat ik zeg van, als ik een munt koop voor crypto... dan wil ik ook weten wat die munt precies doet. En waarom die munt interessant is. Dus je zei tegen mij van, ik ga je alles laten zien. Ik pak gewoon mijn commissie erop. Je zei, mijn commissie is zoveel procent. Dat krijg ik van de ontwikkelaar. Je was heel transparant, heel open. En ik zag gewoon echt dat... Je was ook niet pusherig. Je zei ook van, bro, luister, je kan ook gewoon nog even je tijd... Je hoeft niet, het hoeft niet. En ja, toen had ik juist die neiging van, ja, maar ik wil dit heel graag. Je gaf me zo'n vertrouwelijk gevoel. En toen toevallig... Kwam er een hele goede unit vrij. Want je zei al, kijk, bro, ik heb nu 6 units vrij. Maar dat zijn geen interessante units. Ik wil je niet zomaar een unit laten kopen. Je zei, als ik een unit neem, neem ik altijd een unit waarvan ik echt denk dat die qua... uitzicht, qua locatie en ontwikkelaar, dat hij gewoon top is. Dat je de rendement op gaat behalen. Dat is hier super belangrijk. Ja. Dat is echt super belangrijk. Zicht hier. Zeg maar, je kan nu op de 20e verdieping zitten. En het zicht aan deze kant levert veel meer huur op dan bijvoorbeeld het zicht aan de andere kant. Juist. Het is echt raar hier. Juist. Het is echt heel bepalend. Juist. En ja, op basis van wat je zei, broer, ja, wij zitten 3 kwartier en na 3 kwartier, unit komt vrij, je krijgt die WhatsApp van de ontwikkelaar, ik lees mee, je zegt, bro, eerlijk is eerlijk, dit is een goede unit. Ja. Als je wil, kunnen we snel naar Dubai boeken, kunnen we gaan kijken, en dan kan je kijken of het je interessant lijkt, dan koop je het. Maar broer, ik had op dat moment al, ik ben ook best wel een risktaker, ik had zo'n vertrouwen in jou, ik zeg, broer, ik wil hem nu al klemmen. Ik wil niet wachten, ik wil hem gelijk hebben. Dus na 3 kwartier tijd, 50.000 euro overgemaakt naar een onbekende rekening in Dubai. Mijn brada Souf zit naast me en 24 uur later, dames en heren, staat er een off-plan appartementencomplex. Ja. Tenminste, een appartementenunit op mijn naam. En dat was mijn eerste aankoop in Dubai. Maar dat had ermee te maken dat jij heel integer op mij overkwam. En ik hou er niet van om gepusht te worden. Maar ik zeg, en dat merk ik nu ook. Hè? Want kijk, je moet het zo zien. We komen allemaal... We hebben niet allemaal een zak met geld in de tuin. Ja. Niet iedereen heeft rijke papa en mama's die wat achterlaten. Dus zeker voor je eerste aankoop, bro. Dan moet je het... Tenminste, hoe ik het gewoon ervaar. Die eerste moet altijd goed zijn. Want ja. Als die eerste...
kop is, ga je niks doen. Dan ga je ook niet meer durven. Ja. Ja. En dat merk je nu. En ook vooral al die jongens die in jouw DM nu sliden met Session Properties. De informatie die ik ze geef, ik zeg altijd, dit is de informatie die ik je geef. Doe zelf ook je research, kijk wat je ermee doet. Ja. Al werken ze met iemand anders aan, het gaat mij erom dat ze die kennis hebben. Ja. Dat is super belangrijk en daarom dat we ook altijd zeggen van, kom naar Dubai. En vandaag weer, net, toen we aan het bellen waren. We waren naar een project gegaan, twee stashers. En ze hadden van tevoren van de makelaar hebben ze ook wat projecten doorgekregen. Zo misleidend. Vandaag hebben ze het met hun eigen ogen gezien. Ze zijn naar de plek gegaan waar het gebouwd gaat worden. En toen pas was het zo van, oh hey, ja man, nu pas zie ik het. Nu pas dit. En dan ga je conclusies trekken. En die journey, dat is wat ik zeg van super belangrijk. Doe je research. Wij geven alle kennis die we hebben. Onderzoek gebaseerd op data, niet tja-ding. Oh ja, het levert zoveel huur op. Of het gaat zoveel procent stijgen. Gewoon gebaseerd op data. En uiteindelijk merk je gewoon dat gewaardeerd wordt. Ja. Ja, 17 in een redelijke korte tijd. En is eerlijk is eerlijk, we hadden er al denk ik 45 kunnen verkopen als we echt scheid hadden. Zo. Als we echt, kijk dames en heren, de meeste makelaars in Dubai, en daarom zegt Soef, ik ben geen makelaar. Want wat Soef deed, luister, de eerste dag dat ik met hem zat, ik liet hem gewoon mijn bankrekeningen zien. Allemaal. Ik zeg, dit is hoeveel money ik heb. En wat Soef doet, hij is portefeuillebeheerder. Dus hij beheert het portefeuille van grote voetballers met veel, veel cash. En die voetballers vertrouwen gewoon allemaal hun bankrekening aan hem toe. En die zeggen van, hey, maak jij maar een strategie voor mij. En dat is wat heel veel waard is. Wat eigenlijk niet tastbaar is. Hè? Want een boekhouder kan ook jouw administratie en jouw boekhouding doen. En jouw btw berekenen. Maar een accountant, die doet dat. En wat die extra doet, is die bedenkt ook nog eens strategisch gezien, kijken dan naar jouw financiën, hoe jij je money het beste kan managen om ervoor te zorgen dat je er meer van kan maken. Dus een accountant zegt bijvoorbeeld, hey, ik heb net jouw administratie afgerond, ik heb het bekeken. Ik denk dat jij meer kosten kan maken gezien je winst, want op dit moment zijn je kosten te laag, je betaalt veel belasting, maak meer kosten, druk je winst. Dat is wat een accountant doet. En dat is ook wat Soef doet in de vastgoed. Dus toen ik met hem ging zitten, hij ging echt met mij kijken van oké, bro, je hebt zoveel money. Wat wil je? Ik zei tegen hem, bro, ik wil eigenlijk wat meer spreiden. Ik wil wat meer spreiden. Hij zegt, oké, je wilt crypto doen? Ik zeg, ja. Hij zegt, hoeveel wil je ongeveer met crypto? Ik geef hem een bedrag. Hij zegt, oké. Dan heb je dit en dit en dit openstaan. Oké. Wat ik zou aanbevelen op basis van wat je nu zegt, is om nu één appartement aan te kopen en die long term te holden. En als je dan eventueel nog meer wilt spreiden, je zegt ik wil niet cashsterk zijn op de bank, want je vertrouwt de banken niet. Dan zou ik nog een appartement nemen, maar die zou ik snel flippen. Dus die hou je. En dan op een gegeven moment na 1, 2 jaar, wanneer je zeg maar 40-30% hebt afbetaald, flip je hem gelijk door met winst. En dan koop je met die winst gelijk weer een nieuw appartement. En zo spreid je zeg maar je strategie uit. En voor mij voelde dat heel goed. Van oké, ik heb één appartement long term. Eentje kan ik spreiden. Mijn money gaat naar de appartementen in Dubai. Mijn bankrekening zit niet vol met cash. Het zit veilig in stenen. Inflatie is 17%. Koopkracht van iedereen daalt. Amerika wil in potentie haar debt ceiling verhogen. Dat kan in nog meer inflatie resulteren. Ik wil niet dat mijn ton straks ineens 60.000 waard is. Dus hij dacht heel erg mee in de strategie. En dames en heren, dat is heel belangrijk. Laat je niet misleiden. Het is hier een slangenkuil. In Dubai is iedereen makelaar. Iedereen verkoopt hier huizen. En mensen doen het voor de commissies. Want hoe zit dat commissiemodel in elkaar? Je hebt dus bijvoorbeeld verschillende ontwikkelaars. Je hebt heel veel makelaars. Hoe weet je dat je de juiste persoon aan de haak slaat? Persoon of ontwikkelaar? Nee, de juiste persoon die jou helpt met het vinden van het juiste vastgoed. Ja. Is de kennis en expertise. Kijk of die, ik zeg altijd, kijk of die zelf investeert. Een investeerder kijkt met een andere oog dan naar een makelaar. Een makelaar wil gewoon verkopen. Ja. Ik, broer, ik zeg altijd dit. Toen ik hier naartoe kwam, pas in het begin, ze komen, yeah, this project is very good. That project is very good. Zoek je nog goed? Juist. Yeah. This project is very good. ROI is this. Dan kijk ik hem altijd aan en zeg ik van, oké. Hoeveel heb je er gekocht?
En dan vallen ze vaak stil. Ja. Want ik heb gekocht in hetzelfde complex als waar jij al had gekocht. Jij zei, ik heb al een unit gekocht hier. En je kijkt met als een belegger kijk anders. Dus aan de ene kant van, verkoop je mij dit omdat je nog je commissie wilt eten? Of verkoop je mij dit of omdat je er zelf ook in bent gestapt? En dat is wat je in het begin aangaf. Van, wij investeren zelf ook. Ja. En we doen onze research ook. Want ook onze money zit daar. Ook wij hebben kaart gebikkeld om op dat punt te komen. Dus dat is heel belangrijk. Heb je te maken met een makelaar die wilt verkopen of heb je te maken met een investeerder die de kennis en expertise ook heeft om te beleggen? Juist. Dat zijn twee verschillende dingen. Hoe zit dat commissiemodel in elkaar? Hoe... Verschilt hier per ontwikkelaar. Kijk, geen enkel makelaar staat hier op loonlijst. Ze werken allemaal op commissiebasis. Emaar bijvoorbeeld, het gebied waar we nu zitten is alleen maar van Emaar. Ja. Emaar de overheid heeft grotendeels van de aandelen. Die ontwikkelen op AAA-locaties. Al hun projecten verkopen zich automatisch. Dus de commissies daar zijn minimaal. Ja. 1-2%. En dan heb je de gemiddelde van de ontwikkelaren. Geven 3-4%. Afhankelijk van het project en de fase waarin ze zitten. En dan kom je bij partijen zoals een Damak. Als een Assisi. Damak die geeft commissies van 5-8%. Assisi, wat? 7-10%. Hm? Snap je dus? Daarom, als je nu op internet kijkt, Damak is gewoon een sterke marketingmachine. Maar als je gaat kijken naar hun opleveringskwaliteit, als je gaat kijken naar of ze op tijd leveren of niet, en hetgene wat ze je verkopen, of ze dat ook werkelijk leveren, ja, ze staan niet hier zo sterk in de markt. Maar iedereen pusht het. Iedereen pusht het, omdat het allemaal gaat om commissies van 5-7%. Ja, dan krijg je zo'n... Snap je? Dan ga je afvragen van ja, koop ik iets goeds? En dat zijn dingen, daarom, we krijgen regelmatig dingen opgestuurd van hey bro, kan je hier even naar kijken? Damak Lagoons, hier, kan je hier even naar kijken? En dan zeggen we, wij adviseren dat niet. Want ik zou het zelf niet kopen. Maar bro, wij pakken helemaal niet zoveel commissie. Nee, maar het heeft onze commissie is f***ing laag. Maar het heeft te maken omdat je vooral zit bij ontwikkelaren die, wat ik je zeg, Emaar, Shoba, Meras. Weet je, dat zijn... ontwikkelaar die zichzelf verkopen, dus dan houden ze die commissie laag. De andere ontwikkelaren die wat verder zitten, die niet op de goede locatie zitten, die moeten meer moeite doen. Dus dan motiveren ze die brokers met hoge commissies en de buyers met een payment plan. Dus dat is dat ding. Dus daar kijk maar, ik moet ook heel eerlijk zijn. Kijk, het komt niet vanuit de zak van de koper. Weet je, de ontwikkelaar die betaalt degene die jouw deal closed. Dus, maar het belangrijke is dat je goed gaat achterhalen met wie je te maken hebt. Ja. Iemand die achter zijn commissie aan het jagen is, die de hele tijd project aan het pushen is. Of heb je echt te maken met iemand die met je meedenkt en een strategie voor je uitschrijft. Ja, want wij voelen dat ook bij Stash Your Properties. Dat soms is er een beetje FOMO bij ons. Dan hebben we bijvoorbeeld klanten die willen heel graag iets kopen en dan zeg jij gewoon nee. Ik heb nu niet de juiste unit, we wachten. Gisteren een mooie voorbeeld. Ja. We komen aan. We zijn naar twee ontwikkelaren geweest. We gingen eerst naar Shoba. Oké, payment plan. Dus hij heeft die doekoe, maar niet nu. Ja. Hij heeft een half jaar nodig om zijn doekoe vrij te maken. En die payment plan was niet zo gunstig voor zijn cashflow. Zeg maar de cashflow die hij voor de komende tijd hanteert, was niet zo gunstig. Zei, oké, is goed, we gaan naar de volgende. Nu we gaan naar een andere ontwikkelaar. Oro, 24. We komen daar aan. En we gingen onderhandelen met de prijs. Maar bij sommige ontwikkelaars, hoe meer cash je betaalt, dus de down payment, des te meer korting je krijgt. Juist. 5, soms doen ze nog 7% van de prijs. Nu, die man komt met een voorstel. Pap ging 15% van de prijs ging er vanaf, maar hij moest hem binnen 6 maanden aftikken. Ja, wij gaan daar rekenen. Die Turk kijkt me aan van baba. Hij ziet, ik ging echt daar onderhandelen, helemaal uitknijpen. Bro, jij bent ik ook zeg, echt, gewoon hij is een monster met onderhandelen. Ik zeg, we gaan gewoon weglopen, dit, dat. Ik zei op een gegeven moment tegen hem van tevoren, ik zei het Nederlands, van loop even naar buiten, haal een flesje water, dan ga ik ze nog meer drukken. Oep, uiteindelijk hadden we de prijs gekregen wat we wilden, maar het payment plan paste niet, sloot niet aan met zijn cashflow strategie. Hmm. Ik zeg van bro, laat het. Komt iets anders. We gaan het niet forceren. We gaan het niet forceren. En dat is echt waar wij voor staan. Want ik ben zelf iemand, ik ben heel integer. Ik zou nooit mijn gezicht willen branden. Ik zou nooit mijn reputatie op het spel willen zetten om mensen een oor aan te naaien. Iets te laten kopen waar ze geen rendement op behalen. Soef weet dat mijn reputatie voor mij heel belangrijk is. En tegelijkertijd, Soef is ook iemand, geld zit niet in zijn hart. Soef vreest Allah, Soef bidt 5 keer. Vast, broer. Alles staat vast, broer. Deze man, wij rijden naar een meeting, we zijn te laat.
moskee, gebed wordt gedaan in de moskee. Midden op de weg, terwijl we te laat zijn, stop die auto nu. We stoppen midden op de weg. Man zegt, ik ga bidden. Hij gaat rustig bidden, doet zijn gebed, neemt rustig zijn tijd, komt 20 minuten later terug. Daarna rijden we pas door. Deze man vreest God. En godsvrees, broer, ik vind dat iets heel moois. Voor mij zegt dat heel vaak iets over een persoon. En ik zeg ook, geld moet niet in je hart zitten. Maar we moeten ook, we moeten ook dankbaar zijn. Ik zeg je eerlijk, vroeger, ik zag altijd van die video's van thank God this, God is the greatest en al die dingen. Maar ik voelde het niet echt. Ja. Terwijl ik, natuurlijk, alhamdulillah. Maar nu ik hier zit en in die fase waarin ik nu in mijn leven zit, broer. Ik ben dankbaar, broer. Wallah, alhamdulillah. Ik zeg het eerlijk, ik zie het ook aan je. Broer. Ik heb periodes meegemaakt, zowel in Nederland, pas beginnen met ondernemen. Je hebt je struggles gewoon, broer. Je hebt je struggles. Je komt hier, broer. Ik heb dingen meegemaakt. Broer, ik vertel het gewoon. Ik schaam mij er niet voor. Ik ben hier de eerste week met €500 gekomen, broer. Ik had mijn ticket geboekt, mijn auto gehuurd, mijn hotel. €500. Mijn ontbijt was een Red Bull met een proteïnebar. Die proteïnebar, broer, die vulde mijn maag voor 6 uur. Ja. Soef kon niet naar Nassim gaan. Soef kon niet naar Gal gaan of weet ik veel wat. En gewoon bikkelen, kende niemand. Ik ben zelf info gaan, dingen gaan onderzoeken. Was strijden, broer. En toen op een gegeven moment ik alles door had. Ja, broer, en de gunsten die ik toen kreeg, broer, je voelt gewoon, het komt niet van jezelf. Je doet sabab, je staat op en je spreekt intentie uit om te gaan grinden. Ik vergelijk het altijd met een vogel die zijn nest verlaat. Gaat met een lege maag, maar einde van de dag komt ze altijd met een volle maag terug om haar kinderen eten te geven. Ja. Dus ik ben wat dat betreft dankbaar, broer. Het zit nu in mijn systeem. Ik voel mij schuldig als ik niet bid. Denk ik van, Vakka, je krijgt, je vraagt, af en toe nachten soms gewoon vragen van, je weet zelf, als je soms even stress of struggelen, wat doe je als eerst? Je gaat bidden van, Als iets jou overkomt, nu krijg je het en dan loop je bijvoorbeeld in Club Blue te chillen, Vakka. Ja, is geen mo. Het is geen mo. Twee minuten, 3 minuten, dus die ene keer dan 20 minuten, ik weet niet, pas later, maar het is gewoon een dankbaarheid, broer, en wallah, ik blijf het zeggen. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallah, het is moeilijk te omschrijven, broer. Is mooi, man, broer. Een gunst, broer. Ik zie dat ook aan je, man, broer. Kijk waar we zitten, broer. Ja, broer, alhamdulillah. 2 jaar geleden, ik droomde hiervan, hè, broer. Ja. Nee, broer, je maakt grote stappen. Maar ik denk vooral dat het komt doordat jij ook 1, 2 jaar geleden... en ook toen je hier kwam, je hebt heel veel connecties gelegd. Je hebt nooit de intentie gehad om agressief te verkopen. Nee, je hebt altijd iedereen heel vrijgelaten. En ik denk juist doordat je echt op die lange termijn bouwt... dat nu ineens alles op je afkomt. Want bro, nu... Ik kan jou bijna niet eens meer bereiken. Nee. Als ik jou bel, jij bent met mensen aan het bezichtigen. Je bent met mensen aan het kijken. Iedereen wil nu via jou willen ze komen kopen. Omdat, bro, jij hebt gewoon jezelf hierin genesteld. Je hebt een naam opgebouwd. Jij hebt die investering al gedaan. En subhanallah, je bent iemand die, je weet toch, niet zou verdienen over de rug van een ander. Daar word je nu voor beloond. Zo zie ik het, broeder. Dus je hebt zelf... En dat is de reden dat wij samen Stash Your Properties zijn gestart. Omdat we gewoon een heel mooi gat dichten. Ik denk wat de grootste aansluiting had bij ons is beide niet het geld in hun hart. Ja. Ja. Kijk, ik zeg het ook tegen iedereen, bro. De steun die ik van jou had gekregen toen mijn money vast zat in NL. Hoe lang kenden we elkaar? Ja, niet lang, bro. Hoe lang kenden we elkaar? Niet bro, lang. Van Soef. Ik heb het hier, cash bij me. Hier. Broer, 2 weken ken je elkaar. Toch? We zaten de eerste keer, binnen 2 weken zaten we in Dubai. Ik moest een bedrijf oprichten. Om en nabij 15k. Osso, alles. Geld vast, ik moest geld hier naartoe krijgen. Belastingdienst, kijk misschien. Mohim. 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 Nee, het was geen stress. Het is geen stress, maar in ieder geval... het ging allemaal wel via de bank, maar het duurde lang. Ja. Snap je dus? Maar dat vond ik ook mooi en puur. Weet je, ik schaam me daar ook niet voor om het gewoon te delen. Maar ook toen je me benaderde. Ik zeg altijd: mensen die het geld in hun hart hebben zitten. Al kan ik millies met je pakken, ik werk niet met je. Met Sport Legacy, broer, weet je hoeveel verzoeken ik vanuit hier kreeg? Makelaar, ontwikkelaar.
mailbox vol met van, hey sir, we want to do this, we want to do that. Omdat ze gewoon, ze zagen Sport Legacy als een toegang tot het grote geld. Ik zei altijd nee, 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 nee. En toen wij zaten en gewoon op een gegeven moment zagen van, hey, er komen zoveel aanvragen binnen vanuit jouw DM. Ik weet, het geld zit niet in jouw hart. Vroeg of laat al maken we millies, je zal me nooit naaien. Nooit. Ik, hetzelfde, snap je? Nooit. Dus? En dat gaf bij mij die doorslag van, om samen dit verder uit te bouwen. En ik vind het oprecht gewoon mooi om te zien. Want ik kende jou daarvoor niet, bro. Klopt. Ik kende jou oprecht niet. Ik oordeel niet. Mij maakt het niet uit of iemand voor me zit met een milli of met 100 euro. Dat boeit mij niet. Maar oprecht, wat ik erg mooi gewoon vond, is zeg maar de engagement van jouw achterban. Die had ik niet zien aankomen. Oprecht niet. Gewoon, ze komen. Nu, een Nederlandse jongen, ik ben zijn naam even kwijt. Francesco, Nederlandse guy. Broer, die man verkoopt nu zijn woningen in Spanje. Nooit geweest in Dubai. Ik zeg, kom naar Dubai, want daar zie je het, daar voel je het. Hij zegt gewoon, ik zit al jaren, of maanden, jaren in die VIP-groep van Stasher. Als hij zegt, het zit goed, dan zit het goed. Broer, die man... Keihard. Ja, ik zweer het, broer. Dat is echt... Wow. Ik kan het gewoon nu laten zien. Ja, ja. Gewoon zo. Dat had ik niet zien aankomen. Man. Gruwelijk. Ja, mooie woorden, man, broeder. Sowieso. Ik ben super dankbaar voor... Van deze hele tijd zo, geen broer. Stress, broer. Dat is die energy. Je weet toch die we moeten... Maar... Maar hoe gaat het echt met jou? Ja. Alhamdulillah, het gaat echt goed, man, broeder. Want je gaat zo gelijk, maar hoe gaat het echt met jou? Nee, het gaat goed, man, broeder. Hard aan het werk, hard op de grind. Daarom, ik heb even 4 dagen extra bijgeboekt, zodat we een beetje kunnen chillen. Chillen, een beetje relaxen. Even chillen. Wij hebben niet gechilled sinds ik hier ben. Ik tak je alleen business met jou. Sof, luister, ik moet straks daarheen, jij moet daarheen. Oké, meet we elkaar dan, pap, we gaan eten, we praten over business. Broer, we hebben niet even gechilled. Maar dan wil ik wel even nog iets anders belangrijk, wat ik heel belangrijk vind aankaarten voor de podcast. Namelijk de payment plan. Soef, kan je op een hele makkelijke, simplistische manier uitleggen hoe die payment plan werkt ten eerste? En ten tweede, wanneer is vastgoed in Dubai voor iemand interessant? Hoeveel moet je ongeveer klaar hebben staan? Je gaat proberen in Jip en Janneke. Jip en Janneke, alsjeblieft. Je hebt een payment plan, het zegt het al, gewoon een betaalschema. Je ziet het vaak op die flyers, zie je 60, 40, 70, 30 of 80, 20. Wat ze daarmee zeggen, is je betaalt een percentage gedurende de bouw, totdat het klaar is. Want wij kopen alleen off-plan, hè? Dus wij kopen meestal dingen die nog niet gebouwd zijn. 95% van de transacties die we hebben gedaan, is 99%. We hebben wel wat jongens die willen kopen, gewoon iets wat bestaand is. Maar dat is off-plan. En off-plan dus is meer... Het is nog niet gebouwd. Zit meer winst in, toch? Ja. Ja. Dus je pakt het gewoon vanuit het plan, zeg maar, koop je aan. En dan krijg je een betaalschema. Er staat bijvoorbeeld, oké, om hem te reserveren betaal je 10%. En dan bijvoorbeeld, zoals vandaag hadden we eentje, was 20% bij het reserveren. En dan betaal je elke maand 1%, totdat je de sleutel krijgt, dan betaal je nog 5%. En vanaf dat moment 40 maanden lang 1%. Oké, juist. Snap je? Want, dus ja, per ontwikkelaar is het verschillend. Bij mij was het, we hadden een appartement van 380k. 60-40. En bij die ontwikkelaar is het, je betaalt 60% gedurende constructie. Dus hij wordt gebouwd in 3 jaar. Dus in 3 jaar tijd betaal 60. Ik 60%. En dan die 40 als het af is. Moet je in 1 keer betalen of je financiert. Ja. Dus die 60% die ik nu betaal, die betaal ik in stukjes. Hè? Ja. Dus 3 maanden, na 3 maanden weer, na 6 maanden weer. Yes. Dan na 12 maanden pas weer. Daar betaal ik geen rente over. Nee, nee, nee. Dat rentevrij. Is gewoon rentevrij. Ja. En daarna, als je zeg maar die 60% hebt betaald. In jouw geval, dan moet je in 1 keer die 40% betalen. Ik moet gelijk die 40% tikken. Of je financiert het. Oké, okay, dan krijg je 50% ook terug. Ook zonder rente. Je hebt islamitische banken waar ze aangeven van, dat ze geen rente in de rekening krijgen. Dat is dus 1 payment plan. Juist. Een ander belangrijke term wat je voorbij kan zien komen is een post-handover plan. Dat is dus wat ik net aangaf. Is dat je tot aan de sleuteloverdracht betaal een percentage. En dan mag je hem al verhuren. Plus je hebt nog 2, 3, 4 jaar de tijd om je woning af te betalen. Alleen het mooie dan is dat je huurder eigenlijk
de rest van je paymentplan betalen. Oh, wauw. Snap je? Dus daarom is Dubai heel interessant. En om je andere vraag te beantwoorden... Kan ik dat ook doen? Ja, er staan gewoon projecten. Maar met die ik nu heb gekocht? Nee, die is de high class, hè? Die is te anders. Die is anders. Ja. En om je andere vraag te beantwoorden, die vraag zie ik ook ontzettend vaak in die DM van ja, wat moet ik hebben? Ja. In alle eerlijkheid, doe je research. Ja. 9 van de 10 keer wil ik eigenlijk die vraag niet beantwoorden. Want als je echt serieus bent, ga je gewoon kijken van oké, wat kosten die projecten? Het is ook belangrijk dat je zelf je research doet. En niet alleen maar, want dan ga je jezelf in een positie zetten. Want niet iedereen is een Amir, niet iedereen is een Soef. Ja, maar ja, wij dat je, jezelf in een positie gaat zetten dat iemand je wat gaat verkopen wat je niet aan kan. Dus kijk gewoon wat je op dat moment werkelijk beschikbaar hebt, toch? Maar wat is een goed bedrag om beschikbaar te hebben? 100.000. Je moet 100.000 moet je al hebben. Er zijn twee elementen. Wat je nu beschikbaar hebt, want daar moet je die down payment mee doen. Ik zeg altijd, de eerste jaar moet je dingen kunnen dekken. Die down payment. En wat kan je de komende 2-3 jaar opzij zetten? Want je moet tot aan de door blijven betalen. Dus ja, je kan nu wel 100.000 hebben, maar er moeten wel nog meer tienduizenden binnenkomen. Zodat je die paymentplan kan. In ieder geval tot aan de sleuteloverdracht alles kan betalen. Ja. Stel je kan niet betalen, wat gebeurt er dan? Dan, of je verkoopt hem tijdig. Dus je kan hem dan nog verkopen? Je kan hem verkopen. Ja. Als hij klaar is en je krijgt een sleutel, dan financier je het. Ja. Dus dat zijn twee dingen die je mee kan nemen. Alleen, in ons geval kijken we altijd dus naar jouw huidige staat, dus wat je nu opzij hebt, en naar jouw cashflow. Heel veel ondernemers, we weten het allemaal, we hebben dit, pieken en dalen. Ja. Snap je, de ene keer piek je qua omzet en de andere soms keer komt het wat er ineens minder binnen. Dus dan ga je altijd gewoon van het minimale uit. En gebaseerd daarop, die twee dingen, dus wat je nu hebt, wat je per jaar kan sparen, dan kan je kijken van wat voor budget je woning je aankomt en die post en de overplan. Want dat heb je met mij ook gedaan. Met mij gingen we ook kijken en ik heb nu 2 appartementen gekocht. Eerlijk is eerlijk. Als het aan jou lag, hoeveel nu? Had ik er nu 4. Maar ik kan nu die 2 appartementen niet eens aftikken. Als ik ze nu in 1 keer moest tikken, zou ik, jawel, misschien met moeite, maar... Nou, jawel, jawel. Oké, maar... Niet zo bescheiden. Nee, maar wacht even, bro. Niet zo bescheiden. Gord kaal van je, hè? Maar... Hij lacht me trouwens uit, hè, bro. Nee. Dat hij is zegt gewoon, je moet naar Turkije, haren zetten en dat soort dingen. Het zou wel goede motion zijn. Maar je kan het hebben, hè. Als ik kaal zou zijn, ik zou echt lelijk zijn. Jij hebt nog, zeg maar... Als je kaal bent. Zeg maar, heb je mijn oren gezien? Bro, als ik kaal ben, gaan mijn oren echt opvallen, broer. Broer, gaat echt afschuwelijk zijn, broer. Maar even los van mijn uiterlijke kenmerken, jeetje toch. Maak money, komt alles goed. Ik zou nooit, zeg maar, nu 2 appartementen idealiter voor mijn cashflow in 1 keer af willen en kunnen tikken. Maar daarin heb je me ook aangegeven van oké, Emir, wat verwachten we de komende weken, maanden? We hebben met de accountant zelfs gezeten. We hebben echt een berekening gemaakt. En je zei van oké, dit is verantwoord om te doen. Ik wilde eigenlijk nu nog een appartement kopen. Toen keek je weer naar mijn finance. En nu raad je het me gewoon af. Je zegt nee, Emir, we gaan nu niet een derde kopen. Ja, maar gewoon even wacht gewoon. Ja. Kijk. Waar is die toren? Wist je nog dat we, dat ik je zei, op Kriek is er een appartement vrijgekomen, 2 miljoen? We gingen toch kijken? Ik wilde hem bijna halen. Ik was in Nederland. Ik was in Nederland, toch? Ja. Daar is hij. Ja. Toch 2 miljoen. Maar ja, dan ga je kijken naar de paymentplan wat daar nog op staat. Ja. Plus je huidige paymentplan en wat er binnenkomt maandelijks. Je hebt een hele Excel-berekening wat je gemaakt. Je zei meer beter niet doen. Het zou krapjes zijn. Ja. We zou die nieuwe waggie die je... zou gaan halen. Het zou lastig worden. Weet je wat die toren is? Ik wilde bijna zeggen welke. Want jij belde me, niet zeggen welke. Ja, maar dat kan nu zeggen, want hij gaat toch pas live nadat je die waggie hebt gereleased. Nee, voor de zekerheid. Dus bro, jij zei, je liet het appartement zien en jij zei ja, Kriek Tower wordt nu gebouwd. In 2026 is die Kriek Tower... Als het goed is, ze zijn nu bezig, maar wanneer die af is... Inshallah, rond 2026, 2027 staat die. Die tower wordt groter dan Burj Khalifa. Wij geloven, en vooral jij, dat Kriek het nieuwe downtown wordt. We zijn nu in Kriek, dames en heren. Kriek is een soort van iets rustigere area. Iets luxer, iets kalmer. Maar wij hadden dus een appartement en Soef zei, wacht maar, als die Kriek Tower er staat, gaat jouw appartement van hoeveel miljoen was broer, die? Hij zou double up. Hij zou double up gaan. En 100%. We gingen toen rekenen, ik wilde hem halen.
Maar we kwamen gewoon niet uit. En toen hebben we het niet gedaan. En dat is Soef. En dat doet hij ook voor heel veel stashes. Sommige stashes komen gewoon met te klein kapitaal. En dan zegt Soef van, hé, beter wacht je nog even 2 jaar. Ga money stacken. Wanneer je je money hebt, kom bij ons terug. Ja. Want wij willen je niks aannaaien. En wat het paymentplan betreft, lieve broeders en zusters. Wat Soef zegt, zorg dat je een ton ready hebt staan. Dat je ook echt cashflow hebt. Dat je je money echt wilt laten renderen of parkeren. Wat is het gemiddelde rendement in Dubai, Soef? Als je het lange termijn wilt verhuren, 8%. Short term, dus via Airbnb en Booking, zit je minimaal op 10-12%. 10-12% op je investering. Dus je moet het zo zien, want ja. Heel vaak geef ik die stashers ook antwoord van, ah precies, ja, ja maar hoeveel huur precies? Ja. Als je een huis van een ton koopt, dan haal jij 10.000 euro per jaar binnen via Airbnb of Booking.com. Oh, kijk wat een lieve puppy. Hé, hey, hallo, broer, kom eens hier. Hou die dago weg, broer. Broer is een kleine lieve puppy, broer. Man. Kom eens hier. Hé. Hey. Ja, ga maar weg. Vind ik niet fijn. Ja, dat is niet zo fijn inderdaad, man. Hij wordt zomaar zo duivels. Maar oké, dat is in ieder geval helder. Dames en heren, luister. Als jullie ons een DM sturen op @stashoproperties op Instagram, hou gewoon even rekening met het feit dat... Luister, als jij een oom of tante of broer of zus hebt die het beter weten, ga het via hun doen. Kom niet bij broer. Ons informatie halen. Wolla, ik had één keer. Wolla, broer. Eentje van jou, hè? Ja, broer, dat slaat nergens op. Maar ik vind het niet erg. Maar broer, jij bent de expert. Ze komen info bij jou halen en dan zeggen ze... Ja, nee, ik heb toch even met mijn tante besproken. Je tante, die niet eens weet hoe een huurcontract eruit ziet, huurpolis eruit ziet. En die weet... Want jouw tante komt uit een andere era, is voorzichtig, neemt geen risico's. Je weet toch, is niet op die money grind. Bij wijze van. En dan ga je... Ja, mijn tante zegt dit. Ja, ik ga dan toch wachten. En, ik zeg je eerlijk. Nee, ze kwam terug, hè. Ze kwam erop terug. Ik heb gewoon letterlijk gezegd. En dat is wat ik bedoel. Ik hou daar echt niet van. Het gaat goed met ons. Ja. Die commissie, leuk en aardig. Kijk, lang termijn, mag iedereen ook weten, lang termijn, dit verdienmodel zit niet eens op die commissie. Want dat is gewoon leuk hier en daar. Dus je betaalt je kosten mee. Het beheer. Weet je, hoe groter het portfolio, daar zit de werkelijke verdienmodel van Stashers Properties. Want iedereen zit in Nederland, je wilt het verhuurd hebben, je wilt een Nederlands sprekende partij, je wilt een Nederlands sprekende persoon. En hier in Dubai betaal je gewoon 17-20% aan beheerderskosten. Dus als je echt gaat kijken wat ons verdienmodel is en waar we onze pap mee gaan maken, is het gewoon beheer. Bij haar, dus ik was... met haar gegaan, dit, dat, expertise, alles voelde goed. Op een gegeven moment zegt ze van, ja, ik heb morgen met mijn neef een afspraak met een andere broker. Ik zei dit tegen haar. Ik zeg, vertrouw je neef? Ja, werk met hem. Ja, maar ik zweer, ik heb die app, ik kan het je zo laten lezen. Ja, maar ik vertrouw jou, dit, dat, en ik wil je er wel bij betrekken. Ik zeg, no man, hoeft niet. Doe het via je neef. Doe het lekker. Laat ons met rust. Ja, want. Holla, hoeft van mij niet. Ik ga je krijgt niet, ook. Broer, ik ga je niet smeken. Ja, iemand die het ook beter weet. En mijn neef zegt. Ga naar je neef, regel het met je neef. Zeg je dames en heren, daarom wij. We merken dat sommige mensen zich heel erg laten beïnvloeden door. En tuurlijk, ik snap het. Je gaat bij iemand navragen van. Hé, wat denk jij, zus of zo. Maar Soef maakt al een strategie die volgens ons gewoon rendabel is. En je moet ballen hebben om te investeren. Ik was vandaag met Mr. Finance, Robin. Robin Ubach. Hij zegt ook, bro, investeren, ballen hebben. Gaan, pompen, je moet risico nemen in life. Dus wij, als jij op dat bent, hè, net als ik, 3 kwartier, ik zit met die man, ik koop gelijk mijn eerste appartement. Ben jij op dat? Ben je echt hongerig? Ben je concreet? Ben je ready om te kopen? Wil je echt kopen? DM ons. Wil jij meer informatie over vastgoed? DM ons, maar DM ons concreet met goede vragen en laat ons echt blijken dat je interesse hebt. Want sommige mensen DM ons met, yo, ik heb interesse. Broer, wij gaan daar niet op reageren. Wat denk je? Dat wij gaan zeggen, oh, hey, hallo, heb jij interesse? Vertel, broer, wij hebben, het hoeft van ons niet. Het is niet dat wij per se commissie moeten pakken op jullie en zoveel. Het is bij ons, wie wil, die komt. En met alle stashers die via Stasher Properties kopen, gaan we een community bouwen. En in de toekomst, inshallah, gaan we met al deze stashers samen gekke vastgoed aankopen doen en gaan we samen in nieuwe projecten te springen. Dan ga ik een aparte groep maken. Maar we willen alleen mensen die serieus zijn. Wil jij, kan je wat vertellen over vastgoed? Ga zoeken op Instagram, Dubai Vastgoed, Dubai Properties, DM een of andere partijen die gewoon echt op harken zijn. Maar wij zijn op kwalitatieve mindset, kwalitatieve geest, kwalitatieve spirit. Soef, zijn er dingen die wij nog niet hebben verteld, waarvan je denkt van, hey, dat is ook even belangrijk om aan te kaarten. Nog één laatste ding, huizenmarkt in Dubai. Mensen zeggen het is een bubbel, het kan elk moment poppen, het kan vallen, het gaat veel te hard. Hoe lang kan dit nog doorstijgen? Wat is jouw mening daarover? Want Dubai is absurd qua rendement. Kijk, sowieso met vastgoed,
laten we zeggen, het gaat poppen. Vastgoed doet altijd dit. Ja. Altijd. Zolang je niet van plan bent om te gaan verkopen, gaat het ook geen effect voor je. Want iedereen heeft altijd een dak boven zijn hoofd nodig. Ja, dus dan verhuur je het gewoon. Qua waardestijging zie je gewoon in de afgelopen jaar 15% stijgt het gemiddeld. Bro, dat is niet normaal. 15% per jaar. De verhuurmarkt stijgt ook niet normaal. Kijk maar naar hotelprijzen. Bro, ik kan niet eens een ik moet over een paar dagen uit dit appartement. Ik kan niet eens een nieuw appartement vinden. Bro, alles is volgeboekt. De verhuurprijzen die stijgen. Ik ben niet zo van de speculaties doen, maar het enige wat ik wel wil zeggen is van... het geld op je bank laten levert je sowieso geen moer op. Nee. Dus daarom dat ik altijd zeg van parkeer het gewoon in stenen. Laten we zeggen, je hebt 5 ton op de rekening. Je weet al, die onderste ton ga je niet raken de komende 3 jaar. Ja. Parkeer dat in stenen. Dan pak je in ieder geval een 10% per jaar. Minimaal. Anders. Bro, 15% per jaar. En ik zeg altijd van... Kijk, wij zoeken in Dubai de strategische plekken uit. Dubai raakt nu steeds meer vol. Op een gegeven moment zijn ze klaar met bouwen in Dubai. Dan gaan ze bouwen buiten Dubai. Dat en als jij nu ook al, hè? Als jij dan al property in Dubai hebt... met een goede ligging, goede locatie, goede uitzicht. Bijvoorbeeld, wij zijn nu vooral op appartementen met uitzicht op Kriek. Wij zijn nu al aan het kijken in Kriek. Wij proberen ook een stap vooruit te denken. Het is heel belangrijk, lieve broeders en zusters, dat je je onderzoek doet. Dat je bij de juiste persoon aanklopt. Souf en ik staan voor jullie klaar. Ik ga sowieso in Nederland, inshallah, als Souf met mij meevliegt. Wanneer ik terug ga, wil ik eigenlijk het liefst ook nog een livestream chill podcast met Souf doen. Waarin we gewoon even viben, want we zijn nu zakelijk. Wacht, waarom doen we niet iets? Schiet me nu gewoon te binnen. Wat? Waarom organiseren we niet gewoon een event op jouw kantoor? Kan wel. Maar alleen voor geïnteresseerden. Je betaalt €300 vooraf. En die €300 krijg je gewoon terug. Als je aankoopt. Dan weten we dat je serieus bent. Dan weet je dat iemand serieus is. Is een optie. Moet je even over nadenken. Ja, dat is een gekke motion. Want heel vaak willen mensen dat ik die real life community events doe. Maar het is meestal zo awkward. Mensen komen. Ja, ik weet niet. Het is soms een beetje... Omdat soms komen mensen en dan... je moet een soort van dynamiek creëren. Je weet toch, en vooral, iedereen is verlegen, iedereen is shy. Broer, maar betalen, als mensen betalen, ik ben ook van mening, betalen. Als jij betaalt, dan weet jij, hey, ik heb betaald, ik moet serieus zijn, opletten, ik moet mee participeren. Zoals Souf zou zeggen, je weet toch? Dus ja, misschien kunnen we dat wel, het gaat ons niet eens om de doekoe. We willen gewoon serieuze mensen. Als je krijgt het gewoon terug. Kunnen we dat doen? Nee, is goed, man, broeder. Man. We gaan snel een chill podcast doen. Dan gaan we even lachen. Gaan we die comments checken. Of we kunnen vanavond live gaan, als je wil. Inshallah, kan ook, man. Dames en heren, ik wil jullie super bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Hebben jullie nog aanvullende vragen? Laat het weten in de comments. Abonneer sowieso op het channel. Like deze video. Volg mijn brada @soufiandavi op Instagram. Volg @stasherproperties op Instagram. Ben je geïnteresseerd in Dubai vastgoed? Stuur een DM naar @stasherproperties. En allerlaatst, volg natuurlijk mij op Instagram, @CryptoStasher. Dames en heren, ik wil jullie super bedanken voor het kijken. Broeder, ik wil jou bedanken voor jouw deelname aan deze podcast. Thanks. En dames en heren, we checken jullie snel weer. Anders.